wij weer naar een aflevering Appels met Peren. En vandaag gaan we het hebben over oorlog. Ik liep al met het idee voor een talkshow waar je gewoon altijd makkelijk iets kan draaien. Desnoods, weet je, als er vandaag iets gebeurt, zou ik vandaag nog kunnen draaien. Maar ik had nog geen idee voor een titel en hoe dat er dan uit moest zien. En toen was ik op vakantie op Ibiza. En ik liep in een kledingzaak. Daar ging ik even door de blouse heen. En toen zag ik dit blouseje. Toen dacht ik, hé, wat een geinig blouseje is dit, zeg. Allemaal appeltjes en peertjes. En toen dacht ik, hé. Dit, nu heb ik het. Appels met peren. Zo gaat het heten. Aangeschoven is onze deskundige op het gebied van oorlog, Juriaan Wijnander. Wat is dat toch? Dat is toch hoe het werkt met creativiteit. Je krijgt een impuls, een idee en daar ben je enthousiast over. En dan moet je gaan. En dan moet je doorgaan. En het... werkt helaas bij televisie vaak zo dat je dan met een idee komt en dan moet je het even op papier zetten en dan moet je het invullen en dan moet je een afspraak maken en dan gaat die er nog over meedenken en dan moet je weer wachten en dan gaan we nog een keer praten en dan, weet je, is het moment al voorbij. Het moment is al voorbij. Op de wereld is er overal altijd wel ergens. Is er een oorlog? Niet altijd. Nee? Tijdens de Olympische Spelen niet. Even kijken hoor. Kijk, je moet ook gewoon uitproberen. En dat kan gewoon allemaal op internet. En toen ik zag New Kids op internet, dat zij toen daarna naar televisie gingen, dacht ik, ja, dat is slim gedaan. Dat is goed. Goed gedaan, want dit is wat al een hit op internet. Dus dit willen ze, dan kan je niet meer erover gaan praten dat het anders moet. Als dit zo kan gaan, dan wil ik dat ook wel gewoon zo gaan doen. Als er ergens oorlog is, dan... wordt die stilgelegd. In verband met de Olympische Spelen? Ja. Oké. Hey, overtuiging wel. Ook, hè? Ik heb een publiek opgebouwd, maar dat zit bij de televisie. Te wachten op mij. Of in het theater. Maar nu krijg je... Elke televisie die je koopt is een smart tv. Of er zit een internetverbinding op. Het wordt ook weer meer televisie kijken dan op een gegeven moment. Ja, dus je moet gewoon geduld hebben. Is het dan misschien een idee dat we vanaf nu... eigenlijk gewoon altijd Olympische Spelen doen. En dan is er nooit meer oorlog.